De Tembe Art Studio van Stichting Kiwi in Mungo is sinds gisteren zonder elektriciteit. Stroomtoevoer is door de EBS afgesloten. Door deze elektriciteitsafsluiting komt het Mungo Festival dat volgende maand wordt georganiseerd in gevaar. Volgens Marcel Pinas, directeur van Stichting Kiwi, is het tot nu toe niet duidelijk waarom de elektriciteit is afgesloten. Pogingen van de stichting om de EBS te spreken over deze kwestie zijn volgens Pinas zonder succes gebleven. Dus 2 jaar terug hebben we brieven geschreven naar minister van ROGB, minister van Natuurlijke Hulpbronnen, al die organisaties die daarmee te maken hebben. En elke keer, we moeten wachten, ze zijn niet zo ready. Kort voordat de president midden juli naar daar ging, hebben we ook een brief gehad van Suralco waarbij ze aangeven van per 15 juli gaan wij de stroomtoevoer en watertoevoer afzeggen. Dat Suralco het niet meer betaalt. Toen hebben we ook de overheid benaderd van kijk, het is zover, maar geef ons de ruimte om die dingen in orde te maken. Wat we moeten doen, hoe we moeten doen. Weet je, en wat schijnt me de verbazing? 3 dagen nadat de president daar was, hebben ze water afgesloten. En dan zijn we gaan praten, gaan lobbyen, hebben ze water opengemaakt. En nu hebben ze nu stroom afgesloten. En we hebben aangegeven, we zijn ready te betalen. Maar geef ons de gelegenheid om te doen wat we moeten doen. En het is een overgangsfase. Dus ze moeten eigenlijk kijken wie de desbetreffende organisatie is die ons meer informatie hierover zouden kunnen geven. Want dat is lastig. Je probeert contact op te nemen met die organisatie, met de regering, met EBS. En het gaat niet makkelijk. En dat is lastig voor ons. Pinas heeft deze kwestie ook voorgelegd aan volksvertegenwoordigers Marinus B. en districtscommissaris Freddy Daniel. Die gesprekken hebben ook niks opgeleverd. Ik heb contact opgenomen met Marinus B. en die heeft mij verwezen naar permisser dat ik contact moet opnemen met permisser. Ik heb contact opgenomen met de DC, toen al voor de SWM, en die verwees me naar Oosterling. Dus ik vraag me af, als die assembleeleden daar voor ons zijn, als de burgervader daar voor ons zijn, want in principe zie je toen de president daar was, hadden ze dit verhaal aan moeten vertellen van wat wij doen, wat voor initiatieven zijn vanuit de gemeenschap. Zodat de president dat weet. 100% weet de president niet waarmee we bezig zijn. Want niemand komt voor een rondleiding. Niemand maakt zich druk waarmee we bezig zijn voor de gemeenschap van Mungo. Ga goed na. Na de Binnenlandse Oorlog is er geen alternatief voor de mensen die getraumatiseerd zijn. En als wij door middel van kunst en cultuur daar een entertainment voor ze willen opzetten, zodat ze dat frustratie kwijt kunnen, dan moet die ruimte er zijn. Marcel Pinas, voorzitter van Stichting Kiwi. De stroomtoevoer naar onder andere het museum van de stichting is afgesloten door de EBS.